Merkwaardige producten, maar nu een ander merkwaardig product, namelijk de eerste plus de tweede in het kwadraat of de eerste min de tweede in het kwadraat. In het boek leg ik het zo uit. En wat hier staat is gewoon allemaal waar. Wat hier staat is gewoon allemaal waar. Maar ik vind het best droog. En toen dacht ik, hoe kan ik dit nu best uitleggen? En toen dacht ik, ja, hoe deed ik dat nu altijd toen ik nog tweede klasse had? Ik liet het altijd gewoon zien met een voorbeeld. Want dit voorbeeldje, dat kennen jullie, hè? Dat kennen jullie. Hier staat a plus 8 in het kwadraat. En ik heb hier staan a min 8 in het kwadraat. Dit werd a kwadraat. Dit werd plus 8a. Maar omdat je hier nog een keer plus 8 keer a, dan krijg je nog een keer 8a. Die heb je eigenlijk dubbel. Die heb je dubbel. En dan krijg je nog een keer 8 plus 64. Nou, de basis hiervan is haakjes wegwerken, kern 1.1. Dan gaan we door met het volgende. Dit kan ik namelijk nog samenvoegen. Kijk eens. Zo. En als ik nu deze ga doen, dan krijg ik a kwadraat min 8a en nog een keer min 8a. Dus die haal ik het dubbel af, zou je kunnen zeggen. En dan plus 64, want min keer min wordt plus. En dan kom je uit op a kwadraat min 16a. Plus 64, ik pak er bijna min van. Ja, en wat is daar dus aan de hand? Nou, eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, dit wordt a kwadraat, dat is de eerste in het kwadraat. Dit is de tweede in het kwadraat, dat is ook nog duidelijk. Maar wat gebeurt hier tussenin? Nou, hier tussenin heb je eigenlijk die a keer die 8 gedaan, maar dat heb je dubbel gedaan. Dat heb je dubbel gedaan, dus je deed hem de eerste keer. Hè? Kijk, je deed hem de eerste keer, hier, de eerste keer. A keer 8. En die 8 doe je vervolgens weer keer de A. Dus je doet dat dubbel. Dus je zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk 2 keer de 8A. Want die doe je 2 keer. En hier is het min 2 keer de 8A. Dat is wat er aan de hand is. Nou, dat is eigenlijk precies wat zij hier bedoelen met A plus B in het kwadraat. Met het dubbel product. Wat krijg je hier namelijk? Je krijgt hier namelijk plus 2ab. Kijk maar. Dit is 2 keer 8a. En dan is dit de 2. Dit is zeg maar even de a en dat is de b. Dus dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. En hier haal ik 2 keer eraf. Nou, dat is best lastig als je dat zo ziet. Dus ik wil er even wat voorbeeldjes van doen. Voorbeeld a min 8 in het kwadraat. Nou, dan zet ik er eventjes bij de eerste en de tweede. Wat is nu de regel? Je doet de eerste in het kwadraat en helemaal aan het eind doe je de tweede in het kwadraat. En daartussen, het is met min, krijg je dus min 2ab, min 2ab. Dus dat wordt min 2 keer de 8 keer de a. Dat is eigenlijk wat je doet. En eigenlijk moet je dit niet opschrijven als je het zo doet. Dat moet je echt op een kladje doen, want dat maakt bende. Dus wat doe je nu? Nou, de eerste heb je in het kwadraat, daar begin je mee. De tweede in het kwadraat eindig je mee. En daartussen zit dat dubbel product. Daar noemen ze het ook dubbel product. Het zit er 2 keer, heb je het erbij opgeteld of je hebt het 2 keer bij elkaar eraf gehaald. Dus het product van a en b is in ieder geval 8a. Maar het is een dubbel productregel. Dus je doet 2 keer 8a. En 2 keer 8a is 16a. Dus je mag best in je hoofd, en je hoofd moet het, maar je kunt ook zeggen op een kladje, zet ik alleen eventjes 2 keer 8a. He, van 8a is het product, maar dat deden we 2 keer. En even goed op de min letten. Nou, dat is dus de eerste die ze hier hebben. En dan gaan ze het hebben over 3x kwadraat. Nee, ja, 3x plus 5 in het kwadraat. Nou, even weer in je hoofd. Dit is, oh, mijn minuutje gaat steeds weg. Ik moet even herstellen. Dit is a, dit is b. 3x, zeg maar, in het kwadraat. En dan zeg ik altijd, let op, dit is wat je doet. 3x in het kwadraat. Dat wordt namelijk 9x kwadraat. He, want je doet 3x keer 3x, dat is de eerste. Dan heb je die laatste eventjes, doe ik even voor de uitleg. Hè. Zelf doet dat zo niet, maar doe ik even voor de uitleg. Die is 5 in het kwadraat, want het is plus, dus het wordt plus 5. Plus 5, dus plus 25 wordt het, want je moest b in het kwadraat nemen. Die twee lukken wel. Maar wat is er nu hier in het midden aan de hand? Hier in het midden. Hier in het midden krijg je dat we 2 keer,
wat je hier eigenlijk de stap hebt, hè, als je deze hier zou uitwerken zo, dan kreeg je twee keer de stap. Je kreeg eerst 3x keer 5 en later krijg je weer 5 keer 3x. En dat is dus eigenlijk dubbel. Hè? Dus je krijgt weer dat dubbelproduct, dus je krijgt 2 keer ab, dus je krijgt 2 keer 3x keer 5. Dit mag op een klapblaadje, dat mag op een klapblaadje, hier zet je plus 30x. Dan de laatste, dat vind ik eigenlijk de allermooiste van heel het rijtje. Maar dan vinden jullie waarschijnlijk het ergst, want hoe mooier ik ze vind, hoe erger jullie ze vinden. 3a min 5b is gelijk aan. Nou, dit is dus in het kwadraat en we gaan hier werken met de eerste in het kwadraat. Zeg maar eventjes, dus de eerste doen we in het kwadraat. Nou, 3a kwadraat, dat wordt 9a kwadraat. Hoppatee, die hebben we. Dan gaan we naar de tweede. En de tweede is... Deze even weggummen. Oh, dan gum ik alles weg. Zo. De tweede hier, als we kijken wat hier aan de hand is. Daar zie je steeds staan plus 2ab of min 2ab. Het is met een min. Hè? Dus het is van deze vorm. Dus we weten al, het wordt min. Nou, en 2ab, dat betekent 2 keer de eerste keer de tweede. Dat is 2ab. 2 keer de eerste keer de tweede. Dus je krijgt 2 keer de eerste keer de tweede. En normaal hoort de min bij wat erachter hoort. Maar in deze regel hebben ze dat eigenlijk, hebben ze het over a en b. En dan heb je het al dus over deze. Dus dan staat die min al. Dus het is echt gewoon de a keer de b. Dit is de b, dit is de tweede, dit is de eerste. Ja, ik maak er nou een potje van, denk ik, met uitleggen. Maar goed, en dan krijg je dus 2 keer 3 is 6, keer 5 is 30, min 30ab. Dat is wat je krijgt. Dus je doet de eerste in het kwadraat. Dan haal je daar 2 keer de eerste en de keer de tweede af. En dan tot slot doe je nog de andere, de laatste in het kwadraat, de tweede in het kwadraat. En dat wordt 25b kwadraat. En zo komen ze erop. Ik zal het nog even keer iets langs, iets duidelijker laten zien. Want ik ben niet tevreden hoe ik dat heb uitgelegd. 3a min 5b in het kwadraat. De eerste in het kwadraat. Eraf. Dat is van deze vorm. 2 keer de eerste keer de tweede. 2 keer de eerste keer de tweede. Niet zo hierop gaan schrijven. Want dan krijg je een bende. Tenzij jullie docent dat moet. Hè? Als jullie docent zegt, nee, dat moet zo. Maar voor het boek zegt in ieder geval dat je het in één keer moet doen. En dan krijg je 2 keer de eerste keer de tweede. Dat is gewoon iets, moet je gewoon onthouden. Min 30ab. En dan plus de tweede in het kwadraat. En dat is 25b kwadraat. Het voordeel van als je met de eerste en de tweede praat, dan heb je niet dat gehannes met die a en die b'tjes en dat die ook allemaal a en b'tjes staan. Dat maakt het iets makkelijker. Nou heb ik hier achter volgens mij, ja, som 5 die klaarstaan, maar die doe ik eventjes apart. Want sommigen willen de uitleg niet, maar alleen de som. Dat was hem.